Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met een noordwestelijke aanvoer en dat betekent wolkenvelden vanaf de Noordzee. Maar tussen die wolkenvelden door zijn ook wel opklaringen zichtbaar. Dat betekent dat we hier en daar de zon ook even zien. Er vallen een paar lichte buitjes en die trekken van noord naar zuid over het land. Temperatuur in de ochtend tussen 3 en 5 graden. Vanmiddag komt er iets bij 4 tot 6. De wind is zwart tot matig en waait uit het noorden tot noordwesten. We houden bewolking met hier en daar een enkele opklaring. En er kan ook nog steeds een enkel licht buitje vallen. In de avond is het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen die gaan dalen in de nacht lokaal tot in de buurt van het vriespunt als het even wat langer opklaart. Dan morgen in de ochtend vooral in het noordoosten van het land een enkele bui. Later op de dag, met name in het zuidwesten, een enkele opklaring en de temperatuur tussen 4 en 6 graden. De wind neemt wat toe en draait wat meer naar het noordwesten tot westen. Zaterdag en zondag dan flink wat bewolking, er trekken wat storingen ten oosten van ons langs met vooral in het oosten van het land dus kans op wat lichte regen of motregen. Temperaturen 7 of 8 graden. Maandag lijkt het weer droog te verlopen, maar het is nog steeds aan de bewolkte kant. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.